Ik heb voor jullie een shoplog. Ik heb laatst een bestelling geplaatst op de HR website. Meestal ga ik gewoon naar de winkel, maar ik zat een beetje te zoeken en ja, dat vond ik best wel wat leuk dingetjes, dus ik ga het niet helemaal laten zien. Ik zit trouwens nu in de badkamer, omdat hier het licht en het geluid het beste is. Dus ik moet even kijken hoe ik dat volgende keer ga doen. Maar vandaar mijn tegels en zo. Dus ik zit nu in de badkamer dus. Als eerste heb ik dit jurkje gekocht. Het is echt super leuk. Hij is echt heel lang. Dus je kan zien. Ik kan hem ook wel ietsjes opstropen dat het een soort van wat korte jurkje is. Maar deze is eigenlijk voor de zomer. Dat je er gewoon zonder legging zo mee kunt lopen. Maar nu draag ik hem ook, maar dan gewoon met legging. Anders vind ik het ja, te koud. Voor koude, voor blote benen. Deze heb ik als eerste gekocht. Dan heb ik deze. Eigenlijk draag ik niet zo vaak jurkjes, maar ik wil voor de zomer toch wel weer wat vaker jurkjes en broekjes gaan dragen. Dat is toch wel leuk. Dan heb ik deze gekocht. Dit is gewoon een plooi rokje iets. Dit is een rokje dat je echt op je taille moet dragen. Een getailleerde rokje, dus je moet hem niet heel laag, maar een beetje in het midden dragen. Dan staat hij het mooist. En dan met een blouse erin ofzo, dus dat vind ik wel erg leuk. Ja, deze. En dan heb ik nog een jurkje. Deze vind ik echt heel erg nieuw. Want hij draagt het eigenlijk nooit, dus ik moet het denk ik wel even toezetten om dit te gaan dragen. Dat is deze. Heel leuk. Echt, hij is heel dun, je ziet het ook wel. En in het midden is hij wat sluitend. Lang jurkje ook, dus gewoon zonder legging, gewoon voor in de zomer en gewoon zo dragen. Let wel op dat je een huidskleurige BH daarbij draagt, want het schijnt altijd echt heel erg door. Dus deze vond ik heel leuk. En dan is er ook twee riempjes voor me bijgekomen. Deze, die is een witte. En ik heb ze nog niet uitgepakt, dus ik kan misschien niet heel goed zien. En voor het witte jurk wil ik net niet zien, vond ik deze wel echt super leuk. Ik ga het jurk gisteren voor om je buik heen, om je heupen zeg maar. Dat is lastig. En dan heb ik nog een broek. Ik was laatst. Wel spijkerbroeken en één zwarte broek. Alleen ik had een hele grote scheur in zwarte broek. Dus ik had geen donkere broek meer en ik heb anders alleen maar spijkerbroeken. Dat wordt ook een beetje saai dan. Dus ik heb weer een nieuwe broek gekocht. En een andere kleur dit keer ook. Die vind ik ook heel erg leuk. Een leger kleurtje, een soort groen. Die heeft ook al zien. Een lange broek, skinny jeans. Deze is gewoon 19,90. Oh ja, prijzen weet ik niet, want die. Ik heb het in de besteding gedaan, dus die staat op een lijst en die ligt dan weer ergens in de tas. Ja. Deze. En dan volgt deze broek. Vond ik deze echt super leuk. Ik was een beetje op zoek naar. Ik heb heel veel donkere kleding. Dus zwart, grijs, dat soort dingen. En ik wil nu wat meer kleurtjes kopen. Vandaar mijn jasje en die blauwe shirt wel. Maar deze vond ik super leuk. Het is echt een nieuw peachy, ja, zo'n peachy trui. Hij is gebreid, van gebreid motief. Ook deze schijnt wel door, dus je moet hier echt een huidskleurige BH en een misschien wel een shirtje eronder doen, want anders zie je het heel erg. En ja, dat is misschien zo mooi. En deze voor de zomer, deze kan ik nu ook wel dragen, maar dan is het te koud denk ik, dus hier ook hier weer een shirt eronder. Deze, oh, ik vind hem echt zo leuk op de kleur. Kijk eens. Heel fel. Hij lijkt nu gewoon nog echt donker op de video. Hij zit echt super fel. Dus ik kan hem nu ook al dragen, maar dan doe ik er wel een shirtje onder, want anders is het echt koud. En voor de zomer kan je hem wel gewoon zo dragen. Dus deze. En dan had ik nog deze, maar deze ga ik terugbrengen. Ook een kleding. Deze ga ik terugbrengen, want die had dus blijkbaar al in de kast liggen. Een donkerblauw. Vestje met knopjes aan de voorkant. Deze is geloof ik 9,95. Alleen ik kreeg de bestelling en toen pakte ik alles uit. En toen vond ik in mijn kast dat ik echt precies zo'n vestje liggen. Van de Hema dan wel. Maar ja, ik heb gewoon zonder om twee dezelfde in mijn kast te hebben liggen. En hij past ook niet heel erg goed. Terwijl dit is maat M. Ik heb altijd maat M. Maar op een of andere manier, nou, is nee. Mij sluit het niet echt goed om. Lichaam heen, dus deze ga ik terugbrengen. Er zit hier een Delft van H&M, maar ik kan het ook al terugbrengen, dat is wel fijn. En dan als laatste, dus van H&M, dan heb ik
dit jasje. Oh, dat was zo'n dit jasje. Hij was ook in de aanbieding, dus oh, ik heb hem gelijk. Hij was geloof ik van 30. Van 40 voor 15. Deze, oh, dat is zo leuk. Kijk, of je. Ja, zo. Een mint groen jasje, gewoon een blazer. Dus die draag ik dan gewoon over mijn normale shirts overdag heen. En ik had eerst ook te twijfelen over de maat, dus de maat 40. Maar hij was een beetje net zoals ik nu bij de jars eigenlijk ook heb, gewoon een beetje bij de arm iets te kort. Dus ik zat te twijfelen voor een goede maat, maar het is nou sluit een blazer jasje, dus blijkt het te horen. Dus ik hou hem toch wel gewoon, ik vind hem echt super leuk. En hij had in de aanbieding, dus ik zou niet weten of ik hem dan nog kan bestellen. Dus dat is HLM en dan heb ik nog drie dingetjes gekocht die ik nog nodig had. Dus als eerste de Gingo Secret Rituals handcrem. En ik heb ik ben niet zo van een handcrem, maar ik heb nu echt de laatste tijd ook vanwege de koude en de droogte super droge handen. Dus ik ga deze proberen, schijnt er goed zijn. Wat ik al zei, ik heb echt bijna nooit handcrem meenemen ofzo. Dus ik ga deze toch wel goed smeren. Want ik krijg echt kloofjes en dingetjes op mijn handen. Dat is niet zo heel fijn. Dan heb ik nog de Nivea Lip Butter. Heb je misschien al iets van gelezen of gehoord. Maar dat is een nieuwe lijn van de Nivea van de lipverzorging. Ik heb nu de Vanille Macadamia. En we hebben drie soorten. Deze, de Raspberry en de blauwe. Ik denk dat het de normale verzorging is. Dus ik ga deze proberen. Ik heb altijd een lipbalsem of een lipverzorging in de tas. Maar die zijn of kwijt. Dus ik had deze gewoon nodig, want ik heb ze niet meer. Ik weet niet waar ze zijn. Dus die ga ik proberen en testen. En er zat er ook nog wel iets voor op mijn site schrijven wat ik vind. En als laatste heb ik de Oral-B 3-Day White Glamour, de whitening tandpasta. Deze. Niet dat ik heb geen gele tanden ofzo hoor. Nee. Ik heb geen gele tanden, maar ik vind het wel leuk om het uit te proberen. Op het werk. Ze zeggen dat je binnen 2 weken echt super witte tanden krijgt. En ik geloof er eigenlijk niet van. Dus deze heb ik eigenlijk puur gekocht om te testen. Dus die ga ik ook, die zie je dan wel weer op mijn site schrijven. Dan had ik inderdaad een link verteld. En dat was het zo ongeveer. Het is nu echt gewoon qua kleding best wel veel voor mij doen. Meestal koop ik altijd losse dingetjes ofzo of iets dergelijks. Maar ja, dit is een grote bestelling op de site vandaag. En dat was het. En de whitening en de lipbalm van de Nivea. Die zie je nog wel op de site voor de review. En laat even bij de comments achter of jullie nog wat hebben geshopt de afgelopen tijd bij H&M of bij iets anders. Ik vind het altijd super leuk om te lezen. En dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot snel. Doei!